een bedrijf dat op eigen terrein zijn eigen windturbine neerzet om voor zichzelf groene stroom op te wekken. Dat zie je niet vaak. De Belgische firma Stradis Infra maakt onder meer bestratingsproducten uit beton, gelooft in duurzaam ondernemen en toont aan hoe je met windenergie beton kunt oogsten. Allereerst even voorstellen, dit is de Belgische firma Stradis Infra. De site in Gent produceert betonstraatstenen, klinkers zoals we dat noemen, tegels, boordstenen, voor twee bedrijven, voor Marlux en voor Stradis Infra. Marlux specialist in de tuinmarkt, dus oprit terrassen. Stradis Infra specialist in inrichting van publieke ruimte. Deze bijzondere windturbine in de omgeving van Gent staat er nog maar net. New Energy TV is er als eerste met de camera bij. Deze windmolen heeft een capaciteit van 7 miljoen kilowattuur op jaarbasis. Waarvan wij ongeveer 20% zullen gebruiken om onze fabriek te laten draaien. Dus ongeveer 80% wordt teruggestoken op het net. Hier wordt beton gemaakt ten behoeve van allerlei bestratings- en andere maatwerkproducten. Een energieintensieve industrie. Dus we maken daar best wel heel veel tonnen beton. En dat vraagt allemaal heel veel energie. We verbruiken ongeveer 1700 megawattuur per jaar. Een eigen turbine en straks zelfs een eigen windpark. Overigens was het nog steeds niet eenvoudig om alles rond te krijgen. Het is zo dat België ook een internationale reputatie heeft van lange en trage vergunningsprocessen. Dat was hier ook het geval. Interessant is dat een no-nonsense ondernemer met een no-nonsense product voor alternatieve oplossingen kiest. Onze ervaringen zijn enkel positief, want we hebben nu in België op vlak van betonbedrijven een 12-tal bedrijven met nog een veelvoud van vestigingen. Dus we hebben een enorm potentieel om duurzame energie op te wekken en dat doen we ook. Eind van volgend jaar zullen we bijvoorbeeld 6 windmolens hebben staan. Eentje in Gent, één in Zolder, twee in Tessenderlo en twee in Zutendaal. Maar ook 1,8 hectare zonnepanelen. Dus wij zijn in staat om 100% onze producten te maken met energie die we opwekken op onze eigen vestigingen. En ik denk dat dat ook bijzonder uniek is. En dus zijn wij alleen maar positief. Ondanks de trage vergunning zien we dat het voor de stakeholders goed is, voor ons eigen personeel om dat uit te stralen, dat het kostenefficiënt is. Maar zeker dat wij op die manier heel wat CO2 uit de lucht kunnen halen. Stradis Infra en Marlux maken deel uit van CRH Concrete Belgium, dat 12 bedrijven omvat en al haar betonproducten vervaardigt door middel van groene elektriciteit, die voor 100% wordt opgewekt door windturbines en zonnepanelen op eigen terrein. Een eigen Green Electricity logo maakt dat zichtbaar. Het is natuurlijk heel leuk dat je op een heel groene manier je eigen elektriciteit kunt gaan opwekken uiteindelijk. Dus alle installaties in deze fabriek worden beleverd van elektriciteit met deze windmolen die in zijn volle glorie op ons terrein staat te blinken, zeg maar. En dat geeft toch wel een bijzonder gevoel voor de mensen in de fabriek. Zeker en vast.